Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een voorjaarstoef. En we hebben vast allemaal de kersttoef er net uitgedaan, of misschien hangt die stiekem nog. Maar denk je van, goh, ik weet niet zo goed waar ik er dan wel neer kan hangen. Nou, vandaag gaan we een mooie toef maken die je de komende tijd gewoon lekker kan laten hangen. Dus dat is natuurlijk super leuk en weer lekker fris zo na de kerst. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dat blijft de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.umelibrarywis.nl. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een toef. Ik heb heel veel mooie materialen. Eucalyptus, distel, gipskruid. Maar we gaan ook wat voorjaarsbootjes in toevoegen om mooi die frisse sfeer te creëren. En dus ja, daar gaan we mee aan de slag. Mocht je het trouwens leuk vinden, je kan nog meer doen aan de winactie. Wat moet je daarvoor doen? Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Of je dat nou hebt gedaan met een pakket van mij of zelf iets moois hebt gemaakt? Deel het op Facebook of Instagram, tag mij en dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dat is natuurlijk super leuk. Volgende week wordt er weer een winnaar bekendgemaakt. Dus ja, dan maak ik kans op een cadeaubon van 15 euro. En je kan me natuurlijk ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook veel hiervan in de winkel en zo'n stukjes. Dus als je het leuk vindt. Goed, genoeg gekletst. We gaan aan het werk. Ik heb een mooi dik touw, dus een mooie basis. Wikkeldraad en wat mooie materialen. De materialen ga ik allemaal even in kleine stukjes voor me neerleggen, zodat je die makkelijk kan pakken. De kersenbloesem leg ik eventjes aan de kant. En ik knip alles in wat kleinere stukjes. De gipskruid knip ik ook wat korter, zodat we die straks makkelijk in één keer kunnen verwerken. En dit is geverfd gipskruid. Maar is qua kleur straks er heel mooi tussen. Ik nog mooie bolletjes en deze ga ik ook eventjes van ga ik schoonmaken aan de onderkant, eventjes de botteltjes eraf of de potgrond eraf halen en even goed schoonspoelen. Je kan verschillende soorten bolletjes gebruiken wat je net leuk vindt. Zoals je ziet heb ik het potgrond eraf gehaald en dan spoel ik hem nog eventjes schoon. De bolletjes heb ik schoongemaakt, de botteltjes zijn dus het zand van de botteltjes zijn eraf. Dus ik maak het nog even droog en dan doe ik daar onderin een satéprikker, zodat we die goed kunnen bevestigen straks in de toef. We gaan de toef straks binden, dus je kan ervoor kiezen om hem in een zijkant voorzichtig in te prikken of onderin. Dat is net wat je zelf leuk vindt. En ik gebruik dus verschillende soorten bolletjes in het stuk. Mocht er nog een beetje zand aan zitten, is dat niet erg en anders kan je het er nog een beetje afhalen. Ik krijg wel eens de vraag met welke voorjaarsbolletjes pak je nou bij elkaar, wat staat leuk bij elkaar. Ik vind alle voorjaarsbolletjes leuk bij elkaar staan. Juist omdat dat heel mooi vrolijk is. Ja, echt voorjaar. Dus dat vind ik altijd super leuk. Goed, de bolletjes staan ook allemaal op stok. Dan kunnen we nu gaan beginnen met binden. Dit doen we als volgt. Ik heb wat kersenbloesem. Die vind ik er ook mooi bij tussen. Die heb ik nog wat langer. De zijtakjes krijg ik er wel af. Maar ik doe die niet te kort. Omdat ik het wel leuk vind om dat grillige er een beetje in te houden. En we hebben dan een touw waar we op gaan binden. We pakken dan elk keer een toefje bij elkaar en dan wikkelen we eromheen. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst begin ik met wat kersenbloesem. En zo pak ik elk keer een toef bij elkaar. Je kan het ook al van de voren alvast bij elkaar pakken, maar ik doe het nu op deze manier. Dus je kan eerst ook al toefjes gaan binden. Normaal gesproken ben ik van het hele fijne werken, maar met deze toef vind ik het wel mooi als het wat grover is. Dus ik pak de bloemen ook wat grover bij elkaar. Als je het makkelijk vindt, kan je er ook eerst gewoon een touwtje omheen doen. Of een ijzerdraadje. In het begin maken we het ijzerdraadje even vast aan de toef. En dan
dan leggen we het soep erop en dan wikkelen we het eromheen. Ik heb deze techniek al eens vaker laten zien. Maar het blijft heel erg mooi en deze materialen bij elkaar zijn natuurlijk ook super mooi. Het grijzige met het paarse en een beetje wit erbij tussen, mooi fris. En dan kan je er ook gewoon een voorjaarsbolletje bij pakken, die je er ook bij oplegt. Maak je even een goede wikkeling. En zo doe je dat eigenlijk met de hele toef. En dit zal straks helemaal mooi indrogen. Kijk hoe mooi het al wordt. Nou, en zo bind je hem eigenlijk gewoon door totdat je de materialen op hebt. En je let elke keer wel een beetje op de verdeling. Zoals je net zag, leg ik soms ook een ander bolletje net aan de andere kant, zodat je het heel mooi bij elkaar verdeelt. Dat je die kleurverdeling ook goed houdt. Als de takken te lang worden, kan je het gewoon eventueel even afknippen. Zoals je ziet hebben we dan echt een hele mooie toef gebonden. Ik vind het mooi om bovenaan de hyacinthe te doen. Ben je nou allergisch voor hyacinthe of wat dan ook, dan hangt het vaak buiten. Maar wil je daar liever niet meer werken, dan kan je die gewoon weglaten. En daarvoor voorjaarsbolletjes zoals narcissjes en blauwe druifjes gebruiken. Maar ik vind het mooi om die dan bovenin te plaatsen, omdat die in verhouding wat dikkere bol heeft. Dus die bind ik er dan nog even aan de bovenkant aan. En daarboven doe ik dan nog één toef. En dan gaan we hem afwerken. Dus ik doe nog eventjes één takje met wat materiaaltjes. Ik heb nu toevallig wat gipskruid, eucalyptus nog, iets wat je over hebt. Het komt niet zo precies. Ik heb nog een paar kleine takjes olijf. En dan maken we even een goede wikkeling dat alles goed stevig vast zit. Mag best wel een paar keer vaker. Dan maken we een lus in het touw, want we kunnen hem gelijk mooi zo ophangen. Dat is makkelijk. Dus je maakt het touw even op lengte. Misschien heb je hem wel zo ver gebonden dat hij al op lengte is. Dat je nog een stukje ophoudt. Ik heb hem net te lang. En daarmee kan je hem dus gewoon dubbel doen. Dus je maakt als het ware gewoon weer een lus. En daar wikkel je nog even een keer extra met het ijzerdraad omheen. Dat het goed stevig vast zit. Want er zit wel een beetje gewicht aan. Je kan dan eventueel nog even kijken of je hem toe straks wat bij wil buigen. Het ijzerdraad knip je gewoon af. Dan hebben we natuurlijk een hele mooie toef. Ik kijk nou eventjes, wil ik nog wat schuiven? Als je dat voorzichtig doet, dan kan dat. Breng hem even wat in model. Prachtig van kleur. Nou, dan gaan we hem natuurlijk gewoon eventjes mooi afwerken. Want we willen natuurlijk het ijzerdraad zo niet zichtbaar. Dat vind ik niet mooi.
Dus die gaan we even afwikkelen met wat dun touw. En dan hebben we hem helemaal mooi afgewerkt. Dit doen we gewoon door dunne touw er heel vaak omheen te wikkelen. Ik zie dat hier nog eventjes wat steeltjes uitsteken. Die knip ik nog even af. Zo. En dan wikkel ik door totdat het niet meer zichtbaar is. En je het ijzerdraad niet meer ziet. En dan zie je dat dit heel mooi is afgewerkt. En dan hebben we echt een hele mooie touw gemaakt. Heel leuk van kleur als je dat mij vraagt. En de wikkeling hebben we gemaakt met het dunne touw. Door heel vaak te wikkelen werk je hem echt mooi af. Dus ja, hier heb je echt super lang plezier van. Je kan er eventueel nog een paar lampjes aan toevoegen. Die staan eventueel ook in onze webshop mocht je dat willen. En straks een paar eitjes. En dat is ook weer leuk. Want hij zal heel mooi indrogen als je hem in huis hangt. Maar je kan hem natuurlijk ook buiten ophangen als je het leuk vindt. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik vond hem in ieder geval super leuk. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter hier. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video? Deel het op Facebook of Instagram. En dan komt er volgende week weer een winnaar. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zien we volgende week weer. Doei!